weinig tot geen binding met vrienden en familie hebben. Want dat maakt dat ze sneller naar foutjes gaan maken in die zin. De tactische regisseur is degene die de feiten uitzet en de stappen daarna bepaalt. Als je informatie hebt binnengekregen, dan kan vanuit die informatie kan een tactische overweging zijn om ergens naar binnen te gaan, om vervolgstappen te nemen die dan verder in het onderzoek weer gaan helpen. Wat meer moeite heb ik denk ik met soms wat meer rustbewaring. Te snel de dingen doen, terwijl als je één stapje terug zet en dan nadenkt over dingetjes, dat je dan eigenlijk weer eerder vooruit kan. Een voortvluchtige moet denk ik heel stevig in zijn schoenen staan. Weten wat hij wil, maar ook een B, C en misschien wel een D-plan hebben.